Allee, ik ben echt nog moe. Ja, moe en vaar zijn al op. Moet jij op? Nee, dank u. Maak voort. En ik snap nog altijd niet hoe jij dat doet. Ik moet me altijd haasten om niet te barsten. Als ik er s'nachts al niet eens heb uitgemoeten. En doe maar niet te veel ondergoed aan. Dat is toch verloren moeite. Je zal de trap warm hebben en dan zijn die spullen toch alleen maar een hinder. Oké. Vandaag mag ik in de fabriek gaan werken. Eindelijk. Ik zal het wel missen. Ik moest me altijd over de kinderen bemoederen. Nu mag Leentje dat doen. Leentje is 7 jaar. Anders mocht hij dat ook al lang gaan doen. Maar nee, ik moest op de kinderen letten, want moe wou ook gaan werken. En nu, eindelijk is het ook aan mij. De grote fabriek. Nel werkt er ook, zij is mijn oudste zus. Ik vind het wel spannend, eindelijk volwassen worden. Nel heeft zelfs een vrijer. Als ze terugkomt, lijkt het altijd naar tabak en alcohol. Ik weet er het fijn niet van, maar ik ben wel blij dat ik eindelijk volwassen mag worden. Dat ik mag gaan werken in de grote fabriek. Niet laten afjakkeren, heen. Beter een beetje langzamer beginnen en je vormen goed uitschudden. Mandus werkt snel, maar hij zal je wel op dreef laten komen. Hij is geen kwaaie. Ik ben er toch? Ik zal wel een oogje in het zeil houden. Ja, dat zal wel. Zorg maar dat je je niet laat bedonderen door die meestergast. Meestergast? Wie is dat nou weer? Zwarte jokken. Kom, laten we vertrekken. Pietje, roepen! Pietje! Ja? Kom, we moeten vertrekken. Maar hij is zo slecht weer op dus. Dat is mijn zus. Ah, de nieuwe! Net zoals bij ons in de fabriek. Ja, ik herinner het mij ook nog goed toen ze mij mijn eerste dag klein gemaakt. Ik dacht, ik ga niet te veel tegenspartelen, want anders gaan ze een van mijn kleren scheuren. Maar toen ze met dat wagensmeer kwamen aantrekken, toen moest ik toch even op mijn tanden bijten. Hey kleine, maar wanneer ze dat met jou doen, laat ze gewoon begaan. Hey, te laat komen gaat er niet voor zorgen dat we geen keizer maken, hè? Ja, we hebben al genoeg tijd verloren vandaag. Breng het hier al maar naar de droogplaats, want we hebben veel werk. Suske zal u helpen. Ja, pak die maar. Pak deze. Het is naar daar. Nu heeft het dag vandaag? Ja, ik vind het wel spannend. Maar ook wel warm. Ze zijn hier niet zo vriendelijk. Maakt u maar geen zorgen. Het zal wel allemaal meevallen. Maar verder. Schaft het! Kom, we gaan dat lucht gaan afwassen. Ja, daar zijn we weer al vanaf in meisje. Ja, je kunt niet bij ons blijven werken, of je moet dat doorgemaakt hebben. Het viel wel mee. Het was zo gedaan. Troost, jong. Nu ben je daar vanaf. Bij mij is het ook al 3 jaar geleden. Ja, je moet zo naar hun bureau komen om je te laten inschrijven. Doe er al eens aan denken. Doenschaft! Is dat die nieuwe? Doe geen moeite. Ik heb haar al keizer gemaakt. Die? Hoe heb je dat gedaan? Dat ziet was... er nogal een fel uit. Dat was niet moeilijk. Ik dacht dat ze mijn ogen zou uitkrabben. Maar nee, het was zo gedaan. Het verstand komt niet met de jaren. Als ze wat ouder is, dan zal ze het wel langer laten duren. We moeten het doen, hè. Met wat wij Faasbroek hebben meegekregen.
als jij je mond niet houden, ga je zelf op je nacht wel bemoren. Ga eens naar Wis en laat er twee kappers bij doen. Ik zal wel met je meegaan. Ik ken de weg. Nog een pintje, Wis. Ja, zo gaat dat, ja. Hier al 2 jaar om Geneve voor Mandus. Het is mooi, alleen van de meest vriendelijke mensen die ik al heb gezien vandaag. Als jij later groot bent, zal je nog veel mooier zijn. Ben je geschoten deze middag, toen die je keizer maakte? Ik schrok al wat, ja. Maar het was vrij snel gedaan. Ik was al bang. Nou, waarom doen ze dat toch? Nu zal het langer duren, maar je moet weten, je moet hem gewoon laten begaren. Een arm mens moet alles nemen zoals het komt. En waarom je zussen en je broers, we mogen hier alleen blijven werken als je hem gewoon laat begaren. Je moet nu bij Kreevold gaan. Kom maar binnen en doe de deur alsjeblieft achter je dicht. Ik kom me laten inschrijven. Dat is goed. Geen schrik hebben.